Laatste vraag, de eerste seizoen zat met de HGC zit er nu op. Focus gaat richting Oranje. Hoe spannend is dat moment nog voor jou dat Maxi gaat bellen, ja of nee? Nou, ik denk voor iedereen spannend. Ik ben ook hartstikke benieuwd naar de selectie. Ik hoop natuurlijk dat ik erbij zit. Het moet altijd maar gebeuren. Het vertrouwen, Sefje, dat je erbij zit is groot, toch? Nou, natuurlijk. Kijk, ik speel voor de rest prima. En in die zin ben ik gewoon bezig ook met Oranje om het maximale met de ploeg eruit te halen. En ik denk dat iedereen gewoon keihard aan het trainen is en zijn niveau haalt. En dat is gewoon belangrijk. Jorrit, je voelt hem aankomen. De selectie van Max Caldas wordt deze week bekend. De WK-selectie voor India. Ja, hoe spannend vind jij dat moment? Ja, heel spannend als ik eerlijk ben. Het is, het WK is echt natuurlijk een super groot podium om te spelen. En we hebben zo'n grote groep met veel goede gasten. Om daar een plekje in te veroveren, dat is al echt heel moeilijk. Dus ik heb totaal geen idee. Voor mijn gevoel sta ik lekker te spelen, maar je weet het nooit. En ik ben eigenlijk best wel zenuwachtig voor de komende week. Of dat telefoontje goed of niet goed gaat zijn. Nou, hoe dan ook. Ik voel me goed, dus ik zie het wel. Ik kan heel veel meer dan ik nu doe. Gewoon goed hockeyen, fit. En wacht ik rustig af wat Max zijn keuze zal zijn. Ja, die dagen ervoor, dat is gewoon even spannend. En dan helemaal richting het uur van de waarheid, dan dat is gewoon heel spannend. Maar ik kijk ernaar uit. Ik ben ook wel benieuwd hoe de selectie eruit gaat te zien. Met of zonder mij denk ik dat we een goed team hebben. Dus, ja. Het is ook de week, ja, dat is dan een heel flauw overgangetje, maar zo bedoel ik het niet, waarin de selectie voor de WK bekendgemaakt wordt. Laten we dit dan nog even buiten beschouwing laten, maar is het spannend voor jou? Ja, absoluut. Ik denk zeker achterin zijn er zo onwijs veel jongens nu in de selectie, dus voor maar een paar plaatsen. Dus ik ben benieuwd wat voor keuzes de bondscoach uiteindelijk gaat maken. En uiteraard hoop ik dat ik erbij zit. Uiteraard hoop je dat. Alhoewel, jij ook al eens eerder afscheid had genomen min of meer van Oranje. Of was dat niet helemaal zo? Nou, misschien een klein beetje in mijn hoofd had ik al afscheid genomen. Maar ik had zeker nog niet daadwerkelijk afscheid genomen. En het kan raar gaan. Dus wat dat betreft kan ik er ook echt een pijl op trekken bij mezelf. Ene toernooi wel erbij en een ander toernooi niet. Maar ik heb in elk geval wel gewoon een redelijk steady seizoen gedraaid. En eerste seizoenshelft eigenlijk. En ik hoop dat dat goed genoeg is.